in de categorie Sportman van het Jaar 2018. Hij volgt zijn passie en traint naast zijn werk tot wel 35 uur per week. Joep Staps. Zijn ambities? Een eigen sportschool beginnen en hangjeugd van de straat afhalen. Typhoon Askan. In slechts 5 jaar van recreatief sporter naar topatleet. Koen van Brussel. Triathlon vraagt om intensieve training. Joep zwemt al om 5 uur 's ochtends. Gaat dan werken, traint tussen het werken door meerdere keren en volgt looptraining tot 10 uur 's avonds. Niet slechts het winnen, maar ook de weg ernaartoe maakt Joep gelukkig. Het beste uit jezelf halen, jezelf overtreffen en Nederlands kampioen worden. Je kwalificeren voor het EK en WK. Dat is Joep allemaal gelukt. Zijn ambities? In de EK en WK in de top 10 staan. Siam Jim mag trots zijn op een 26-jarige kickbokser Typhoon. Maar de Bossenaar Andy Sauer was niet bepaald blij met de Tilburgse Typhoon. In de 4e ronde sloeg Typhoon hem uit het niets knock-out. Zo verdedigde Typhoon succesvol zijn wereldtitel. Op 29 september werd hij voor de 3e keer wereldkampioen. Hoeveel handen hebben we nodig om zijn kampioenschappen te tellen? In 2014 startte student Koen zijn roeicarrière bij Vidar. Koen woonde in een studentenhuis met alleen maar roeiers en coaches. Roeien, zo zei Koen, is de enige sport waar je in 6 jaar de top kunt bereiken. Dat heeft Koen nu al meer dan waargemaakt. In de lichte mannen dubbel 4, bronzen medailles op het World Cup roeien en op het EK roeien. Met nog meer trainen, regelmaat en goede voeding gaat Koen voor een medaille op het WK.